Oké, hier zijn we weer. En we zijn inmiddels in het centrum, we rijden iets om het centrum heen. En we zien nu al dat Sevilla een hele mooie stad is. Heel veel oude gebouwen. Heel veel cultuur te snuiven hier. Daar bijvoorbeeld een mooi wit gebouwtje. En als we kijken naar links, dan zien we daar een hele mooie oude kerk. En daar weer een oud gebouw. Ja. Een kameel. Erg mooi. Het is voor niets cultuurhoofdstad geweest. We gaan eventjes naar het bureau van toerisme. We gaan even informeren wat we allemaal. We hebben natuurlijk niet zoveel tijd, we zijn maar een dagje. Dus we willen graag even optimaal kennis maken met Sevilla. Dus we gaan even onderzoeken waar we het beste allemaal naartoe kunnen gaan. Echt hele mooie grote parken hier links en rechts. Kijk. Heel erg mooi. Voetbalstadion van Sevilla. Is linksaf. Echt waar? Ja. We gaan daar even kijken. Dan gaan we eens even naar het voetbalstadion kijken dan. En dan gaan we naar het bureau voor toerisme. We hebben vandaag ook een soort van rustdag. We gaan niet stressen. We gaan lekker. Of dat doen we trouwens niet stressen. Moet je kijken hier, wat een mooie straat. Zo. Oh. Mooi stad, zeker. Ja. Fantastico. Muy bien. Muy bien. En hier weer een groot boot daar in het water. Plezier, boot. Kijk eens. Volgens mij is het een van de hoofdwegen van de stad. Zes baans in het doodcentrum. De Efteling. De Efteling in beeld. De Efteling in het echt. Mooi gebouw met een grote tuin ernaast. En dan gaan we even kijken wat we links te zien hebben. En daar zien we weer een oud gebouw. Erg mooi. Straks. Het is gewoon een wandelpark toch? Ja. Weer een oud gebouw. Oh, dat is de ambassade van Brazilië hier. Kijk. Babylon de Brazil. We zitten in een hele belangrijke straat. Ja. Lijkt het hier op Amerika? Ja, zeker wel. Californië, Miami, links en rechts, palmbomen. Ja. Mexico. Heel aansprekend Amerika. Inclusief een neger aan het stuur. Weer een oud gebouw. Als we kijken naar rechts zien we niks dan alleen maar grote panden. En ik denk ook allemaal ambassades. Kijk eens hier ook weer een groot immens gebouw met grote tuin ernaast. Dit is, oh, ik staat er niet op, ik kan niet zien wat het allemaal is. Banken tussendoor. En hier links weer. De ING bank, kijk eens jongens, de ING bank van Sevilla. Sollicitatiebriefje inschrijven. Ja, daar weer, Efteling gebouw. In de verte zien we een hele mooie fontein opdagen. Indrukwekkend. Hier een stadion. Kijk, stadion. Futsal. Nou, kunnen we even gaan kijken? Beetje rechts, denk ik. Oké, we gaan eventjes bij het stadion kijken. Kijken of we erin kunnen. En we zien jullie zo terug. Tot zometeen.